Het is vrijdag 9 september 2011. Op het perron van Meervelden station kijken 17 kranige Okra-senioren halsreikend uit naar de trein die hen naar de Kalmthoutse Heide moet brengen. Met een vertraging van 10 minuten nemen we plaats en vertrekken naar onze bestemming. Onderweg maken we een gezellige babbel en genieten we van het voorbijglijdende landschap. Voor we het goed en wel beseffen, komen we aan in het station Heide. Deze buurt was de woonplaats van de in 1990 overleden Willy van der Steen, de geestelijke vader van Suske en Wiske. Na een noodzakelijke sanitaire stop stappen we naar onze eindbestemming, de Heide. Daar het al bijna middag is en onze magen beginnen te knorren, beslissen we om eerst de inwendige mens wat te versterken. In het taverne Heihoeve genieten we van een goede pint bier en een lekkere snack. De bediening verloopt vlot en de rekening valt goed mee. Allee, het gesmaakt. Om 12:30 hebben we een afspraak met onze gids Jan. Ik ga proberen te hebben wat over de historiek, de oorsprong van Heide. Heide is cultuurlandschap, daar mag hij mee beginnen. Dat heeft niets te maken met iets dat helemaal in het wild is, dat is cultuurlandschap. Na een korte inleiding over het ontstaan, neemt hij ons mee naar de Heide, waar hij, met kennis van zaken, de geheimen van de Heide onthult. De Kalmthoutse Heide is een natuurgebied van 3750 hectare en een van de oudste en grootste natuurreservaten van Vlaanderen. Kenmerkend voor het gevarieerde landschap is de afwisseling tussen droge en natte heide, met vennen, zandverstuivingen en dennenbossen. We luisteren even naar het geheim van de Zwarte Heuvels. Wat voorkomt voor een groot deel van de hei, dat waren die donkere heuvels waar dat dan de heide op stond. En die struiken in de winter, dat ziet er donker uit. Dat werd dus een zwarte heuvel. En op die manier is het eigenlijk het terrein dat dan voor de naamgeving zorgt. Augustus en september zijn de maanden om de kleurenpracht van de bloeiende heide te bewonderen. Dan bloeit de struikheide en zien we mooie paarse trosvormige bloemetjes. Maar voor het zover is, begint in juli al de elegante dopheide te bloeien. Dopheide is te herkennen aan de ronde belvormige bloempjes en een lichtroze kleur. Dopheide groeit vooral op een natte ondergrond, terwijl struikheide van zeer droge grond houdt. Tijdens de tocht trekt de gids onze aandacht op een grote mierenheuvel. Deze is gebouwd door de rode bosmier. De bosmieren zitten soms met meer dan 100.000 mieren in één nest. De prooi van de mier bestaat voor het grootste deel uit insecten.
Een plantje, maar denk bij dat vlees niet aan een dikke biefstuk, hè? Tijdens onze tocht maken we ook kennis met de zonnedauw. Een zeldzaam vrijzittend plantje. Dat zijn die vleesetende plantjes. Omdat de grond waarop dit plantje leeft geen voedingsstoffen heeft, lokt, vangt en verteert de zonnedauw insecten door een glinsterende kleverige substantie aan zijn tentakeltjes. Veel voorkomende plantjes op de heide zijn de korstmossen. Korstmossen bestaan uit een samenleving tussen schimmels en algen. Een speciale korstmos is de rode heidelucifer. Onder een vergrootglas zien we de echte schoonheid van deze geheime samenleving. Op de toppen zie je goed de rode, kogelvormige vruchtlichamen. Ze lijken echt op lucifers. Ja, dat is gelijk koraal. Ja, dat is gelijk koraal, inderdaad. Blekeren, hè? Ja. Dat zijn de blekeren. Ja. Deze is gewoon ervan kleur, hè? Ze lijken een heel mooi, fijn blauw bloempje. Is dat iets anders? Na ongeveer 2 uur stappen bereiken we de uitkijktoren. Op deze 25 meter hoge toren genieten we van een prachtig panorama over de uitgestrekte heide. Het is wel een mooi zicht, hè, van hieruit. Ja, en hierachter ook schone bossen. Oh, ja. Zo waren we van plan. Ja. Dat was u van plan. Ja. Of heeft u een beter voorstel? Na een laatste trajectadvies van de gids trekt een groep ervaren stappers verder de heide in om er een schapenkudde op te zoeken. Deze heideschapen zorgen ervoor dat heidegebieden in stand gehouden worden en daardoor de heidestruik kan groeien. Wanneer een heidegebied niet wordt begraasd, verandert het op korte tijd in een grasvlakte of bos. Terwijl de echte stappers de schapen kunnen bewonderen, volgen de natuurliefhebbers de gids. Dwars door de mooiste heidepaadjes, terug naar het vertrekpunt. Zitten van jou. Ja, ja. Omstreeks 4:45 komen de 2 groepen wandelaars terug samen. Net op tijd stapt iedereen moe, maar zeer tevreden op de trein, terug naar huis.